Antigua en Barbuda is dankbaar voor alle hulp die Suriname het eiland heeft geboden nadat ze getroffen is door de verwoestende storm Irma. Niet lang na de evacuatie van de bewoners van Barbuda stuurde Suriname diverse hulpgoederen naar het eiland. Barbuda is totaal verwoest en moet opnieuw worden opgebouwd. Volgens ambassadeur Michel Kerpens mag Suriname er trots op zijn dat ze in staat is hulp te bieden aan een bevriende natie. Ook de minister van Buitenlandse Zaken van Antigua en Barbuda, Charles Fernandez, is dankbaar voor de snelle hulp. De regering heeft besloten om solidariteit te betuigen met een medelidstaat van de CARICOM, die in een ernstige noodsituatie terecht is gekomen als gevolg van de verwoestende effecten van orkaan Irma. En dat is hoogelijk gewaardeerd door de regering van Antigua en Barbuda. En we mogen trots zijn als regering en volk dat we in staat zijn, ook al is het een kleine bijdrage, te leveren wanneer vrienden in nood verkeren. We didn't even have to call to Suriname. Suriname called Antigua. And the foreign minister said to me, we want to help. How can we help? And this is the result of that call. So it is a very, very special moment for us. We are very, very deeply gratified and feel really, really special to have that kind of connection with a good friend like Suriname. Fernandez vertelt verder hoe de ravage in Barbuda eruit ziet. Ter voorkoming van het uitbreken van ziektes is de hele bevolking naar Antigua geëvacueerd. We had to move everybody off of Barbuda to Antigua. And we had a very short window to move them in because Hurricane Jose was threatening. So we had to move everybody and the Antiguans, the residents pitched in. It was like Dunkirk. But even if we didn't have Hurricane Jose, because of the conditions in Barbuda, with dead animals and stagnant water, because we had concerns of diseases like cholera, mosquito-borne diseases like Zika and dengue, we had to get the people off. So we're really happy that we accomplished that. We have them in shelters in Antigua now, and we're going to be looking to move them to better accommodations, which will, I think, be a lot better for them and allow them to feel a lot more comfortable. Tot zover de minister van Buitenlandse Zaken van Antigua en Barbuda, Charles Fernandez, over de situatie op het eiland. Hij is ontzettend blij met de hulp die Suriname heeft geboden in de vorm van goederen.